Straks het een keer afgroen, kom maar, mannetje meer. Ga door. Welkom bij Play to Succeed. Play to Succeed is een voetbalschool. Ik heb een heel ander concept als normaal, als de normale voetbalscholen. Want vroeger toen ik jong was, toen ging ik ook bijvoorbeeld naar pleintjes of iets anders. Toen ging ik ook tegen gasten voetballen die iets ouder dan mij waren. En daar leerde ik eigenlijk het meeste van. Ik heb nu bijvoorbeeld achter mij, zijn ze bezig. Ik heb jongens van 13 erbij zitten, jongens van 19 erbij zitten. Af en toe komen profs mee voetballen. Dus dat is eigenlijk het concept van de voetbalschool. Ik zat gewoon thuis. En ik miste voetbal natuurlijk met corona en dat soort dingen. Dan mochten we niet voetballen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik kan prima een voetbalschool opstarten. En kijken hoe het loopt. En in het begin was ik al super blij met 2 leden, bij wijze van. En nu loopt er wel wat meer. Ik denk dat we nu op 45 leden zitten. Maandenlang misten de voetballers de wekelijkse prikkel om te presteren. Ja, we trainen wel de hele tijd door. 2 keer in de week, normaal 3 keer in de week. Dat werd al teruggebracht naar 2 keer. Dat weet iedereen natuurlijk als voetballer. Het gaat natuurlijk niet even serieus als dat je je voorbereidt op een wedstrijd van zaterdag. We hebben heel weinig wedstrijden. Ik 4 competitiewedstrijden en toen werd de competitie alweer stilgelegd. En hoe ging dat verder met trainingen? Veel onderlinge partijen gespeeld met lagere leeftijdsgroepen, hogere leeftijdsgroepen. Ja, zo hebben ze het geprobeerd op te lossen. Maar het is toch anders. Als je tegen je eigen jongen speelt en niet voorbereid op een wedstrijd zaterdag. Ja, de eerste 2-3 weken is het nog oké. Maar op een gegeven moment wil je toch wat nieuws. En ze proberen het creatief op te lossen met situaties simuleren en zo. Maar het was niet een blijvertje, laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment was je er wel klaar mee. Elke week leef je naar een wedstrijd toe als voetballer zijnde. En dan train je voor een wedstrijd. En dan is de wedstrijd eigenlijk een soort beloning voor je trainingsweek. Ik denk dat ze dat heel erg missen. Want al die jongens die spelen op divisieniveau die ik nu heb. Elk jaar is natuurlijk... dan maak je stappen, vind ik. Maar een jaar stilstaan vind ik wel echt een dingetje. En door middel van dit probeer ik het toch soort van in te halen. Het zal natuurlijk niet altijd 100% lukken. Maar ik doe wel mijn best om dat te doen. Ik denk dat dit gewoon een verloren jaar is tussen aanhalingstekens. Hoe kijk je naar je ontwikkeling in dit coronajaar? Natuurlijk wel minder als normale jaren, want wedstrijden zijn een beetje waar je het meest ontwikkelt in wedstrijden. Maar ja, die extra zondag die helpt er wel bij. Roda, MVV, FC Eindhoven, zo'n competitie was het een beetje. Een paar hoge amateurteams, Alexandria. Dat soort, denk je als je daar tegen had gespeeld dat je meer had ontwikkeld? Ja, dat weet ik wel zeker. Zie je het als een verloren jaar? Ik denk het wel. Omdat je toch wel minder hebt gevoetbald. Mm-hmm. In vergelijking met andere jaren, je wel echt minder hebt ontwikkeld. Ik denk als je gewoon normale wedstrijden hebt gespeeld, dat je dan wel fitter uitkomt, denk ik. Sinds 5 juni is het door versoepelingen van de regering weer mogelijk om wedstrijden te spelen. Samir denkt niet dat dit negatief effect heeft voor zijn voetbalschool. Het is niet echt alleen voor de vakanties of iets in die richting. Het is wel echt een concept en een traject om spelers beter te laten worden. Het is met name, want jongens die krijgen dan bijvoorbeeld een heel jaar krijgen ze dan dezelfde trainer. En misschien kunnen ze daar net niet mee opschieten of misschien juist wel. En door middel van Play to Succeed krijgen ze toch die extra prikkel. De KNVB verwacht dat de competities in september weer gaan beginnen. Hopelijk gaat het normale leven voor deze jongens dan eindelijk weer beginnen. En wie weet waar ze dan met behulp van Samir in de toekomst belanden.